Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Feyenoord vlog. We gaan vandaag naar Feyenoord tegen AZ. En ik heb bij me Ramonski. Ramonski. De rechter. Oh nee, de rechter Ramonski van de tuut. Ja, dat is mooi, hè. Ramon, Toeter Ramon. Ja, het is omvergereden hier. Zo, we gaan naar boven. En vandaag is tegen AZ. Alkmaar, ja, ik heb een slecht gevoel van. En ook nou, we gaan het wel zien wat het gaat worden. Ik heb er een slecht voorgevoel van. Ja. Dus nou, de laatste wedstrijd is nou niet echt dat je kan zeggen van goh, wat is het nou geweldig allemaal. Ja. Dus, maar we gaan het vanzelf gaan we het wel zien. Het zal inderdaad niet echt veel bijzonders zijn, maar... Het is een voorproefje van de bekerfinale. Dan moeten ze ook thuis tegen AZ. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja, we gaan wel zien wat het wordt, jongens. We gaan wel zien wat het wordt. Terwijl net die kut. Oh, ja. Is zeker weer centraal. Rotterdam Centraal. Nou, dan ga ik nog even hier op de trap even roken. Ja, moet ook kunnen. Kijk, daar gaat het net. Net die. Net die. Dan moet ik het missen weer, helaas. Ik wil naar huis, ik wil GTA spelen. Ja, nou, drie punt! Zo, en we zijn er. Nou, het was weer lekkere veevervoer was het weer. Ja, dat was weer. Zo, dat was weer heel ik ben blij dat ik een beetje vrije ruimte heb, want... Het was weer heel krap. Jeetje zeg, hé. Ik zat helemaal fijn gepest in die tram. Ja, dat was echt... Maar we zijn er weer, jongens. Kijk, top sportcentrum. Ja, dat is mooi. En stadion Feyenoord. Ja, dat was helemaal super. Dus we zijn er weer. Dat is helemaal super. We gaan richting het vak van ons. En dan gaan we wel kijken. Oh, er staat al ME al klaar. En dan gaan we het wel zien, jongens, wat het wordt vanavond. Vanavond. Ramon, gaan we kijken wat vanavond wordt? Ja. Vanavond. Ja, we hopen. Of vind jij ervan? We hopen op een paar mooie doelpunten dat we voor staan. Maar ik heb zo'n idee. Als dat het weer waardeloos wordt. Ja, ja, zeg het maar. Een beetje een vermoeden ervan. Maar, ja, gek hè. Maar, het is de laatste tijd nou niet echt best geweest. Dus ook al, we hopen dat het nou wat beter is. Ook al hopen we. Nee, ook we hopen op wat beters. Ja, we hopen op wat beters. Ja, we gaan even langs de ME-busje. Ja, dat is even niet van de mobiele eenheid. En dan zijn we bij de ingang aangekomen. En dan gaan we eventjes de poorten door. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Dat is helemaal goed, ja. Bij ons is het hartstikke druk. En bij het rode ding kan je weer in één keer doorlopen. En bij groen sta je weer een half jaar te wachten. Ongelooflijk, echt belachelijk. Maar goed, we zien jullie allemaal strakjes weer. Tot zo. Is niet niks. Moet je nog wat zeggen, Ramon? Nou ja. Nee, hij wil niks zeggen. Nee, hij heeft niks meer te zeggen. Doei! Ik hoop minimaal, hoop ik. Ja, tussen een 2 en een 3-0 minimaal. 2-1. Ja. We hebben wel de winst. Ja, nou op zich, het is wel even afwachten hoe het loopt op de lucht. Want ja, voor dezelfde kan de lucht zomaar anders aflopen. Maar dat ook. Het kan zomaar ook, dat we verliezen, maar... En, museum van Monda. Ja, mooi, ja. En een museum Marco, hè, is mooi, ja. De kaas is al gezien. Kijk, daar staan ze. Hier zitten de kaasjes. Kaasjes zijn dat, hè? Dat zijn de kaasjes. Oh yeah, happy doing.
Heverdalt, ja, Heverdalt. Heverdalt, ja, Heverdalt. Heverdalt, ja, oké. Okay. Ja, en dat hebben we al gedaan. Heverdalt, ja. Kom maar. Ja, misschien blank, is mooi. Oh, dit ja, hè. En op dit moment. Alweer. Allemaal. Ja, dus even, moet je even wakker schudden. Ja. Paul is in slaap. Dat was opeens, alleen dat lijkt dan op een andere manier, hè? Hooligan? Ja, we spreken het even in voor. Elke keer als we scoren, dan gaat het even mis. Ja, maar wat gaat er niet mis? Wat gaat er niet mis? Gaat alles mis? Ja, alles gaat de verkeerde kant op zonder zicht. Hier, let op, je kunt hem terug te keeper. Ja, precies. Nou, dan valt me nog mee. Nou, jongen. Daar. Ja, toch niet zo, man. Verdomme.
Feyenoord blijft bovenaan. Feyenoord, zet onze vuren vlam. Feyenoord, kom er toch op. Stop! Overtreding. Oh mijn god. Ja. Yeah.
niks mee doen. Ja, precies. En vooral met zijn wil kan je heel makkelijk. Nou. Voor jou. Geef je weer zilver. Wat een lul, hè. Een lul is een komijnenkaas, hoor. Ja. Daar zijn we dan.
met iemand op de vlag. Nou, Ramon, ze kan nu alweer, hè? Ze kan nu alweer, hè? Het is gelukkig dat het er ook braaf voor je. Tot zover.
Zit je daar weer te bellen? Nee, dat zit je daar weer te bellen, joh? Nee, dat niet, hè. Oh, dit niet? Nee, dat niet, hè. Ik moest even in de kerk, hè. Dat was ook mooi, hè? Ja. Ja, het was een Thank you.
als we ze hebben willen, dan mogen ze ook nog wel een 3-0 maken. Dat is ook niet goed. Het zou nog beter wezen. Ja, dan moeten we er alle twee mee. Dan moet het alleen een beetje mee zitten. Ja. Als het doel is, dan speelt het wat weer uit. Yeah.
Karabach. Het is afgelopen. Ik heb gelijk gekregen. Het was 2-1 is terug geworden. En ik had het nog goed voorspeld ook. Nou, dan gaan we nu naar de tram toe. Het is een beetje druk. Altijd, Herman. Ja, het is altijd vast. Altijd een beetje druk bij de tram, altijd. Kijk, daar staan ze toevallig, de trams. Daar staan de trammetjes. En die drukte, dat noemen ze een vervelende drukte. Nou, de moet dadelijk weer lekker persen. En ik ga dadelijk even de beruchte. Ik wil even het beruchte graszootje naar beneden laten zien. Waar ik altijd de borst over val. Dat vind ik altijd wel leuk. Dat ga ik wel even filmen. Moet je opletten. Dus elke keer glibberen en glijden. En elke keer leg ik bijna op je meld daar zo. Zou je net zien, dan ga ik het nu filmen. Dan leg ik dadelijk echt op mijn bek. Ja, dat zou niet moeten zijn. Dus dat wil ik wel even laten zien. Ja, dat zou. Kijk, deze gaat nog wel. Ja, deze kant gaat dan wel inderdaad. Deze heuvel omhoog gaat nog wel. Maar dan komt er dadelijk een heuveltje naar beneden. Ja. En die is echt tricky. Ja, kijk. Dan moet het ineens. Moet ik even mijn tas pakken. Nou, daar gaan we, Ramon. 1, 2, 17. Nou, deze gaat wel. Ja, deze gaat wel. Maar dan krijgen we deze. En die, echt, dan leg je altijd op je mel altijd. Kijk, deze is het. Deze gaat naar beneden. En dan moet je uitkijken dat je niet op je bek gaat. Hoppa! Ja, kijk, dat is echt een tering dingetje naar beneden. Ja, je kunt ook gewoon de trap pakken, maar ja, wij pakken altijd het graszootje naar beneden. Ja, dat gaat veel te ver. Ja, moet weer zo ver omlopen en zo, heb ik geen zin in. Dus, nou, we gaan even naar de tram. Laters! Zo, het is een beetje donker, maar de plek waar we daarnet de vlog begonnen. Daar zijn we nu weer. We zijn op de Heemraadlaan. We zijn weer terug in Spijkenisse. En we gaan nu lekker naar mijn huis toe. Yes. En gaan we even een hapje eten. Zeker. Ik heb lekker een
kapsalon. En Ramon had niet zoveel geld, dus die hebben alleen een broodje cheeseburger. Dus we gaan er vandoor. Ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. Ja, livestream is. Ja. Want hij gaat weer aan de andere kant op. Lul. Ja, mooi, hè? Ja, dat is... En dan kan ik alleen nog maar zeggen, bedankt Ramonski voor de gezellige dag. Jazeker, helemaal super toppie toppie. En dan zien jullie hem allemaal weer bij een nieuwe vlog of een nieuwe livestream natuurlijk. Want elke dag is het natuurlijk een GTA livestream. Als het in ieder geval kan. Ja, van de week kon ik even twee keer niet. Maar er is altijd, bijna altijd een livestream. Ik bedank jullie allemaal. De groetjes allemaal van deze kant. Groetjes uit Spike City. En ik zou zeggen, skabedi, skabedoe, skabedabedoe.